Wof. Frank Ernst even blij. Een lekker actueel gevalletje toch? En het was schijnt toch aan toen hem tenminste een persona. Maar hij klonk toch wel lekker. Zo Bas, ja. Hè, ben je weer. Gezellig. Ja, jullie hebben echt zo vaak van die snabbels, dat is echt niet normaal. Elke keer gaat die telefoon weer. Per seconde rijker, hè? Dat moet Erik op dit moment doen. Maar je hebt ook een gezond kleurtje. Ja. Hard gras gezeten? Nee. Ik ben nog niet geweest. Jij al wel? Nee, ik ben er niet geweest. Nee. Maar ik verheug me wel op. Het is wel echt toevallig, want altijd als jij bij bureau sport, dan heb je geen wedstrijd. Ja, nee, dat klopt. Ja, maar ik zie jou bijna helemaal niet meer fluiten. Kom op, man. Ik fluit elke weekend. Nou, maar toch wel een gekke wedstrijd. Vorig weekend had ik gewoon een var en fluit. En nu ben ik alleen var omdat ik een keer vrij ben. Ja. Word je er langzaam, à la Mario Dix, weer langzaam een beetje uitgebonjourd? Ik word uit alle teams langzaam weggeschopt. Nee. Ja? Nee, natuurlijk niet. Hoe kom je daar nou bij? Nou ja, gewoon. Ik heb zo'n vermoeden dat zij... Ik denk, ook misschien even van Egmond, die heeft gewoon een hekel aan bureau sport. En daarom zet hij jou nog niet op een wedstrijd. Misschien is het niet bureau sport, maar misschien is het meer nog richting jou. Dat is om nog verder te gaan. Ja, precies, ja. Omdat je altijd de uitspraken ontlakt die dan weer nadelig zijn voor mij. Ja, precies. Nou ja, je bent VAR dit weekend, een belangrijke wedstrijd. Utrecht-Willem II. Ja. Zou jij ons, Willem II, één of twee penalties willen geven? Nou, dan gaan we alweer. Nee, kijk, en dan ontlok jij mij weer dit soort uitspraken. Ja. Dan moet ik weer iets op zeggen. En dan ben ik volgende week weer vrij. Maar één of twee, wat wil je daarvoor hebben? 5.000 nee, euro? Ik wil dat niet. Ik ga er niet hebben over geld. Een nieuwe capybara? Capybara, dat is wel. Maar als er een gelegenheid is dan, om een penalty te geven, dan kun je er eventueel wel. Dan even... moeten ze ook in de 16 komen, hè? Dat weet je. Ja. Maar als ze in de 16 komen, een keer, dan roep je hem gewoon. Dus kom toch even kijken. Dan moet ik gaan roepen van kom maar even. Ik kom er even kijken. Ik heb toch iets geks gezien. Ik heb toch iets geks gezien. Ja. Nee. En dan moet meer naar de VAR geluisterd worden. Ik doe het niet. En ik klaar me ook niet ontlokken door die uitspraken. Nee. Maar? Nee, niks. Doe het niet. We hebben het er nog wel. Ja. Hey, Max Verstappen. Nee, we hebben het er helemaal niet over. Nee, we hebben het straks wel over. Ja, nee. Ik wil het er niet over hebben. Nee, we hebben het er maar jij zegt elke keer, we hebben het er zo over. Kijk, door dat soort uitspraken kom ik elke keer in de problemen. Dus. Nee, oké. We zetten er een punt achter en we hebben het er zelf al. Nee, we hebben het er niet. Dan zeg je weer, we hebben het erover. We zetten er een punt achter en is ook klaar. Ja, is goed. Max Verstappen. Ja? Die moet in Portugal racen. Ga je daar naar kijken? Nou, ik vind het wel mooi. Na vorige keer hebben ze even iets goed gedaan. En het is wel iets plezieriger kijken als je vooraan rijdt. Ja, dat vind ik ook. Het is inderdaad ook wel weer een beetje spannend. En hij heeft gewoon veel kansen. Ik voel me af, ben jij eigenlijk een goede coureur? Ja. Maar jij bent altijd te laat. Hoe bedoel je? Nou, ben jij altijd te laat. Ja, dat klopt. We gingen dan met de scheidsrechters op trainingskamp, gingen we ook karten. Ja. Maar ik word dan vervelend, omdat ik gewoon niet kan winnen. En dan ben ik toch al laatste. En dan ga ik iedereen bewust de kant in duwen. Ja, dan krijg ik ook van die blauwe vlaggen. Maar, dus heb je nu een contract voor volgend jaar? Ja, ik ga gewoon door. Dus ik heb dat een conditietest gehad. Ja, vind je weer niks? Nee, maar ik vroeg me gewoon. Maar dat is gewoon 100% zeker. En is dat een minimaal aantal wedstrijden? En is dat per se in de Eredivisie of kan het ook in een paar divisies lager? Nee, ik fluit er gewoon in de Eredivisie. Wat wil je nou? Jij fluit ook regelmatig in de keukenkampioen. Nou, wij fluiten als international misschien drie, hooguit vier keer per seizoen in de keukenkampioen-divisie. Ja, nou. 3, 4, 5, 6 keer. Zo. Nee, niet 3. Hooguit 3 of 4. Maar dat maakt het niet uit. Nee. Want als je een kampioenswedstrijd hebt of je fluit Cambuur, Graafschap, dit zijn gave wedstrijden, toch? Ja. Ja. En tot welke leeftijd, wat is een leeftijd? Wil je me gewoon aan mijn pensioen hebben of zo? Nee, ik vraag me gewoon af. Omdat ik af en toe merk dat ze jou een beetje zo op een zijspoortje zetten. Helemaal niet op een zijspoor. Hoe kom je er nou bij? Hoe oud ben jij nu? Ik ben... Nou, dat is nu ook niet verstandig om er nu over te hebben. Nee. 49, toch? Nee. Nee, ik ben 44 geworden dit jaar. Dus ik mag nog wel even. Je mag nog wel. Mike Dean in Engeland, die is 53. Ja, dat klopt. Ja, en Björn Kuipers is ook al eind 50, begin 60, toch? Ja, dat gaat, gezien zijn grijze haar wel. Nee, Björn is denk ik 48, 49, 48. Ja. Dus nee... Ik wil nog even door, maar jij wil mij gewoon... Helemaal niet, Bas. Ik ben verdomme jouw grootste fan. Ja, alleen, dat zeg je puur omdat ik nu farm ben bij Utrecht Willem II. Ja, nou ja, ja. Daar hebben we het zo wel even over. Nee, daar hebben we het straks niet meer over. Daar hebben we het zo wel even over. Dankjewel voor het kijken. Nee, ik ga het straks niet over hebben. Ik wil het niet elke keer over hebben. Tot de volgende keer. Nee, ik doe het niet meer. Nu onzin elke keer.